Hi mensen van Pro Games HD 2012. We gaan vandaag weer MB3 spelen. We gaan de vierde deel vandaag doen. Dit is een private match, dus ik ga met iemand private spelen. In een private match. Nou, hier kunnen we kiezen. Kijk, een wapen. Dan doe ik even sniper. Free for all. Nou, we gaan beginnen met de match. Sniper. Het staat niet gelukkig niet al te hard. Of is het een beetje te hard hoor. Ik weet nou niet of die hard of zacht is. Dus, oh ja, hij zegt ook hallo mensen. Je kan gewoon praten zo. Nou, hier zien we, gaan hier een trap naar boven. Oké, het is kapot. Dat kan gebeuren. Nou, we gaan hier even kijken waar die is. Shit, dit is een paar matches met twee, dus het is wel moeilijk om iemand te vinden hier. Zo. Sniper, ja, sniper heb ik nu. Nou, zoeken waar die is. Nou. Het is af en toe een beetje te moeilijk te zoeken, want dit is eigenlijk een private match, dus doe je samen. Oh ja. Even kijken, het geluid staat niet te hard. Dus er vallen daar niet zoveel dingen. We gaan het daar wel hebben over de gasrollen van ons YouTube kanaal. Nou, zoals je weet, ga ik gasrollen instellen. Ik heb vanaf gisteren al ingesteld, maar de video van gisteren was echt onbestaanbaar dat je me goed kon horen. Dus hoop ik dat deze video wat beter is, dat je me wat beter kan horen. Maar, ik ga gasrollen instellen op mijn YouTube kanaal. De gasrollen. Dus je kan dan video's doen bij ons op het YouTube kanaal. En dat is misschien wel leuk voor jullie. Om, dan kan je misschien wat meer abonnees ook krijgen. Speciaal voor jullie doen we dat. Dan kan je kanaal een beetje promoten. Zulke dingen. Dat je ons op YouTube. Dat je gewoon ons gasrolletje doet. Zo. En dan is het ook nog leuk voor jullie dat ik het wel instellen. Speciaal voor jullie allemaal. Dus je kan altijd nog wat goed doen. Ik kan niet meteen met mijn contact opnemen. Ik kan via Skype. Zie je even een nieuw wapen. Nu kan ik een ander wapen kiezen. Ik kan ook sneller mee rennen met deze wapen. Er staat geen radar aan, dus ik kan niet zien waar iedereen is. In de vorige video stond een radar aan. Dat stond dus al rood puntje, ik weet precies waar je naar heen loopt. Dus gewoon een beetje rondlopen. Gewoon voor gezelligheid een beetje. Gewoon een leuke videootje. We gaan de komende week echt veel MB3 opnemen. Ook, we gaan ook deze MB3 week houden. Dus de MB3 week betekent dat we de hele week MB3 gaan spelen. Dus een hele week lang MB3. Wil je er ook aan meedoen, dan moet je me op Steam hebben, anders kan je er niet aan meedoen aan deze serie. Het wordt een serie van maanden met vrijdag alleen maar MB3 te spelen. Dus dat kan ik niet doen, want ik heb vakantie, ik hoef niet meer te werken. Want ik heb werk, dus ik heb korte vakantie dan scholen. Wat nu ook werkt. Ja, ik ben nu geraakt. Zien jullie? Kijk waar diegene is. Het is altijd te kijken. Ik wil rondkijken op MW3 of het niet geraakt wordt. Dat is de pluspunt van MW3 te spelen. Techniek, daar gaat het ook om het spel. Dus. En het is gewoon leuk om MW3 te spelen. Het spel is soms een heel leuke game. Zeker, we gaan binnenkort als Call of Duty Black Ops 2 uitkomt, gaan we die ook al opnemen. Alleen die kopen we iets later. Omdat het in het begin al duur is. Dus. Alleen dit is gewoon even een leuk potje samen met de vriend van me. Gewoon een leuk potje spelen. Dus. Het is gewoon heel leuk om een potje te spelen. Dus. Het potje is nog niet afgelopen. We hebben nog een paar minuten. Beter op met minder lek. Nou, ik hoop dat vandaag mijn nieuwe computer komt vandaag. Want ik zit op te wachten op een nieuwe PC ook. Dus
eigenlijk neem ik hem nu op. Het is nu dinsdag. Daar neem ik hem nu op. Ik kom pas donderdag online, omdat ik gepland kan uploaden. Dus ik kan gepland uploaden. Dat is handig voor mij. Voor als ik op vakantie ga, kan ik gewoon voorraad video's maken en op gepland laten uploaden. Wanneer ik hem online wil. Kan ik dan aangeven wanneer ik hem online wil zien. En dat is super handig. Want als ik dan een keer op vakantie ga. Ik kan dan 3 weken of 2 weken video's meer maken. Komt er toch 2 weken lang een video. Maar dan op geplande datums. Dat is super handig op YouTube. Die functie heb ik pas een paar dagen hoor, erbij. Die heb ik ongeveer niet... Oh, u weet niet. Ik heb nu 5 dagen die functie dat ik net kan uploaden. Dus... Gepland uploaden is super handig voor mij. Dus ik... We gaan ook even een partnership hebben. Ons partnership van YouTube. Nou, we hebben gezegd dat we een keer een partnership hebben. Dat zijn we al nog wel aan het regelen. Welke partnership netwerk zat ik wel over na? Nou, ik zat eerst nadenken over Machinima. Zal ik wel nadenken. Maar daar heb ik te veel abonnees. En het is te veel werk. Machinima. DGN zou ik over te denken. Misschien dat dat toch goed is. Cursus ga ik dus niet nemen. Of een nieuw game netwerk die ik zag op een van iemands video. Een Nederlands nieuw game netwerk. Are you games, you games play from your network. Are you best from Holland network. Zo'n netwerk is het en het staat in Engels. Dus best from Holland network. Een supergoed netwerk. En zo'n netwerk biedt ook veel aan. Als we met zo'n netwerk partner worden, dan lijkt dat wel een goede netwerk voor mij. Dus zo'n netwerk moet ik hebben. Dan gaat het ook natuurlijk om de... Oh ja, en op zo'n netwerk dan krijg je ook inkomsten verdienen. Dus op een video krijg je een advertentie betaald. Dus je krijgt geld. Voor video's. Veel geld? Nee, dat is erg niet zoveel. Voor veel geld, voor advertentie in de video, moet je echt goed zijn. Dus ik zal even nu raken, als ik naar hier achter ga. Kijken of het goed kan. Zo geraakt. Dus op zo'n partnership netwerk is het ook goed dat je ook veel uploadt met een partnership netwerk. Er zijn ook hele onbekende netwerken, zoals EGK, die hebben een hele onbekende netwerk. Faco Games, die weet ik niet, dat betekent ook wel een onbekend game netwerk. Dus die hebben ook niet van die hele goede netwerk. Ik weet niet wat een hele goede netwerk is. Die heeft me geraakt. Dus alles komt onverwacht op M3. Je weet het nooit. Ik kan van links, van rechts, van voor of achter komen. Je weet nooit waar het vandaag aan kan. Ik heb daar de radar. Maar er zit geen rood puntje. Dus het is veel moeilijker als een rood puntje op de radar staat. Dus het is voor mij nu ook veel moeilijker om nu iets te winnen. Als je ook helemaal al 3 keer niet neergeschoten. Dus. Kijk, ik kom hier. Zo, precies om de hoek en ik kon hem raken. Zie je? Dus ik word wel beter nu. Private match is iets makkelijk, je moet ook weten hoe goed die 1 is, hoe goed die precies is. Dus hij is een ander YouTube kanaal, ik weet niet meer zijn naam, dan gaan we nog even een keertje vragen. De match is ook bijna afgelopen, de match. Zie. De tijd gaat er aftellen. Kijken of nog de laatste kant nog een keertje kan schieten. Proberen. Dus... Even zoeken waar die is. Het zijn nog een paar seconden voordat de match afgelopen is. Dit is ook een private match, dus ik speel private match. Voor mensen die geen Engels kunnen dan. En de meeste moeten wel Engels kunnen. En heb je ook nog openbare. Die ook nog. Openbaar heb je een private match.
Dus een team heb je ook nog. Team match. Dus een team match. Wij met allen in een team. Dat is met heel veel mensen in een team. Nou, je ziet het, de tijd loopt nu af. Dat is het einde van de... Nou, hier. Match zal wel lopen. Ja, hij zat eerst en ik zat tweede. Dat is niet erg. Maar ik heb heus wel wat kills gehaald. Die falen kill. Staat er. Geslagen gewoon. Nou, valt toch mee. Toch 200 punten nog hoor. Heb ik iets erbij? Nee. Oké, dit was het weer voor vandaag. Graag tot de volgende keer. Fijne dag nog. Houdoe.